Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en Ali ging even de percolator leeggieten. Ja. Mislukt. Welkom bij een nieuwe vlog. Nou, dit wordt weer zo'n dag. Oh, Aal. Doe even dit zit normaal. Nu in richeltjes, maar je het niet wil hebben. Ja, dit is niet grappig. Het zit hier tussen. Kijk. Ja. Nou ja, het scheelt. We hebben dan wel een koffiegeurtje in de caravan. Ja, dat is waar. Dat is wel lekker. Dat is waar. Altijd koffiegeur. En? Het is heerlijk weer. Het is echt prachtig. The sun is shining. I feel good. Joehoe! And no one's gonna stop me. Er staat hier ook een supergrote camper, hè? Ja. Die nou, is gisteren aangekomen. Niet te doen. Nou, ga je even verder met opruimen, ja. Want dit is helemaal een drama. Straks kan je die camper laten zien. Dat is een vrachtwagen. Ja, een touringcar. Dat is niet normaal groot. Nou, het valt dik mee, hoor. Het leek erger dan dat het was. Ging maar bij de planten, want dat is goed voor planten, een beetje koffie. Echt wel. Maar deed mijn moeder dat wel eens. Ja? Of is het nou voor kattenzeik? Ja. Is dit voor het begin? Wat een slecht begin van de vlog. Sorry mensen. Het kan nooit normaal. Nee. Nou, zo dan. Nou, hoppa. Nou, ik neem jullie even mee naar buiten. Zo. Want ik moet dit ook nog even schoonmaken. En ik wil jullie ook even de camper laten zien. Die is echt mega groot. Die is hier gisteren gearriveerd. En er komen eigenlijk steeds meer mensen bij op dit veld. Dus dat is super gezellig. Want toen wij hier aankwamen, toen stonden we hier met z'n drietjes. En nu staan we hier inmiddels al met 1, 2, 3, 4, 5. 5 medekampeerders. Dus dat is hartstikke leuk. En het is lekker weer. Voor het eerst deze week dat de zon schijnt. Dus daar zijn we ook super blij mee. We gaan er vandaag lekker op uit. Nog geen idee waar naartoe. Dat gaan we zo meteen even verzinnen. Terwijl wij genieten van een koffietje. Dus dat komt helemaal goed. Ik denk zomaar dat we even gewoon... Nou ja, sowieso gaan we lekker even naar buiten toe. Want met dit weer ga je niet binnen zitten natuurlijk. En ja, nou ja, voor de rest hebben we eigenlijk niks op de planning staan. Misschien dat wij vanavond nog eventjes gaan zwemmen. Want hier is ook een zwembad. Dus ja, we zien het wel. Nou, we zijn voorzien van een watertappunt bij de plek. Vind ik erg fijn in de winter. Want dan hoef je niet naar het sanitair gebouw toe te lopen. Want stel dat het regent en nou ja, je moet steeds naar het sanitair gebouw. Dat vind ik eigenlijk niet zo handig. Dus ja. Ik weet trouwens niet of dit watertappunt tijdens de winter ook nog gewoon te gebruiken is. Want meestal wordt het water ook afgesloten op campings. Dus dat weet ik niet. Maar nu hebben we water. Dus... dat is voor nu even het belangrijkste. Nou, volgens mij is het wel schoon. Deze gaan we even vullen met water. Hoppakee. Klaar weer. Zo. Nou, en dan geef ik dit even aan Nel. Nel? Hier heb ik water voor jou. Je moet er nog wel even wat uitgieten, want hij zit net even iets te vol. En deze heb je nodig. En die was nog niet schoongemaakt trouwens. Nou, succes. Nou, dat kun jij ook wel even daar doen. Dan kan ik even met de kijkers naar de camper toe. Nou, mensen, moet je even kijken hoe groot deze camper is. Dit is gewoon echt een touringcar. Het is niet normaal. We lopen even een stukje die kant op. Ik vind het toch altijd een beetje gek om
om dan met de camera voor die camper te gaan staan. Maar ik wil het jullie niet onthouden nu. Ongelooflijk. Maar daarachter staat ook een camper. En die heeft gewoon een kar, een aanhangwagen met een auto erop. Ongelooflijk dit. Ja, dit is echt luxe kamperen. Nou, daar staat onze grote caravan. Ons eitje. Ja, nou ja, gaat volgens mij ook niet om de grootte hoor. Het gaat erom of je gewoon gelukkig bent met wat je hebt. En dat zijn wij. Dus of dat nou zo klein is, ja, dat maakt ons niet uit. Wij zijn er gelukkig mee. En waarschijnlijk zijn die mensen gelukkig met die hele grote camper. Dus dat is helemaal prima. Iedereen, iedereen kampeert zijn op zijn eigen manier. Ja. En wij doen het zo. Er zijn ook mensen heel blij in een grote vrachtwagen. Ja. Is dit inmiddels schoon? Ja. Ja? Oké, okay, nou een beetje slecht begin van de dag. Nee joh. Maar de zon maakt daarentegen alles goed. Heerlijk dit. En een koffietje. Wat willen mensen nog meer? Nou, ik kan het niet verzinnen. Echt niet. Heb jij lekker geslapen hier? Ik heb al zo'n blok geslapen. Ik moest wel heel snel plassen. Ik was... Ja, daar werd ik ook wakker van je. Echt niet. Jij Jawel. Jij lag zo dood. Ja, ik doe dan alsof ik gewoon slaap. Maar ik ben gewoon wakker. Want als ik dan echt mijn ogen ga openen en ik ga tegen jou praten, dan ben ik klaar wakker. Dus... Ik had wel die neiging om wat tegen jou te zeggen. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ik dacht, nou ja, laat maar, want die is half dood. Ja, maar het leek zo ver weg. Ik denk dat even die... Dat bord moet er denk ik even af, of niet? Ik wat ernaast staat. Ik denk dat die deur even dicht moet. Ja. Die deur even dicht moet, want het raam staat ook open. Ja, ik... Dus even tocht. Ik doe hem even voor dicht. Voor het gas. Nou. Helemaal in mijn nopjes. Zo dan. Oh, ga er maar even uit. Wat? Je hebt een heel groot beest op je rug. Even draaien. Even serieus. Doe normaal. Doe normaal. Echt? Ja, hij is eraf. Ja? Ja. Wat was het voor beest dan? Weet het niet. Nou, wat is dit? Oké. Okay. Nou, paniek in de tent. Paniek in de caravan. Brand. Krak rook. En warm van melk. Oké, okay, nou, ik ga even zitten. Ja. En misschien wordt de boel daar rustig. Want het is erg chaotisch nu. Melk was op. We moeten vandaag even melk halen. Nou, ik zou net zeggen tegen jou, wat is dit weinig melk? Ja. Even serieus. Sorry, de melk was echt op. Oké. Okay. We konden het nog net mee redden. Nou ja, het moet maar. Ja. Huh? Er is niks anders. Een koffietje. Met een cracker met smeerkaas. Ja, wil je dat ook? We zijn er nog steeds niet klaar mee. Zelfs op het werk nemen wij crackers met smeerkaas. Zelfs onze collega's gaan het nu ook doen. Ja, ja. Superleuk. Iedereen is aangestoken met smeerkaar. Smeerkaar? Smeerkaasvirus. Ja. Maar kijk gewoon dit. Ja, dit. Wacht even. Dit. Ja. Gewoon dit. Dit. Gewoon ja, dit. Dit. Oebala. Oh. Dit is gewoon zo. Zo lekker. Ik weet niet. Dit geeft je gewoon een goed gevoel om het alleen al uit het kuipje te halen. Ja, nog niet eens op te eten. Ja, gewoon alleen smeren. Nou, zo dan. Nou, even bijkomen. Inderdaad, wat een ochtend. Beentjes op de bank. Een koffietje erbij. Ja. Nou, dit is het leven. Dus ja.
de campers gaan vertrekken. Nou, volgens mij was het nog best wel een operatie om hier langs te komen, want de camper werd begeleid door iemand. Ik zit er toch aan te denken om zoiets te kopen. Ja, hè? Ze doen er wel heel lastig om hier af te komen. Ja, dat zeg ik net. Terwijl flink ruim. Oh. Ja, maar ja, je zit natuurlijk ook met die modderplek. Ja, maar het is echt wel een apparaat, hè? Ja. Ja, volgens mij horen ze ook bij elkaar, die twee. Ja. Ja, ze gaan weer verder. Dag. Doei doei! Morello. En een mooie Citroën erachter. Daar gaan ze. Even zwaaien. Doei! Doei. Ze kijkt niet. Nee. Oh nee. Oh, jij staat er te zwaaien, maar ze kijkt niet eens. Oké. Ik denk niet dat ze de verbintenis voelen tussen ons. Tussen het ei en de camper. Waar ben jij? Hè? Huh? Wat doet zij? Nou, er zit geen vuilniszak in die... Oké. Nou, ik ga nog even de potty legen. Ja. Super. En daarna gaan we lekker op pad. Ja. Nou, we gaan er lekker op uit. We gaan naar de Slingerplas. En de Slingerplas ligt best wel dicht gelegen bij de camping. Staat er ook netjes aangegeven op de bordjes. Dus we gaan hier rechtdoor. We hebben een broodje uit het vuistje. Een krentenbroodje. En we zijn net nog even langs de receptie geweest. Die is daar. Hier. Daar zijn we net even geweest, want we hadden even een vraag en een opmerking. Waaronder ook het verlichte sanitair gebouw. Of niet verlicht sanitair gebouw, ja, eigenlijk. Ja, het sanitair gebouw is hartstikke donker 's avonds. Alles is verlicht. Alle andere die gesloten zijn, die van ons is donker buitenom. Terwijl er wel hele mooie lampjes hangen. Dus we hebben even gevraagd, ze gaat een melding maken bij de technische dienst. Dus hopelijk is het vanavond opgelost. Ja. Dat hoop ik wel. En morgenochtend hebben wij geen stroom, 2 uur lang, op de kampeervelden. En onze vraag was eigenlijk van, is er dan ook geen stroom in het restaurant? Want misschien wijken wij dan even uit... Voor een koffietje. Voor een koffietje bij het restaurant. Of in het restaurant. Nou, dat komt. Ja. Dus die mevrouw zegt, nee hoor, daar is wel stroom. Daar kunnen jullie gewoon terecht. Dus ja, dan weten we dat ook weer. Nou, we gaan even een wandelingetje maken. Het is lekker weertje nog steeds, dus het gaat straks regenen, jammer genoeg. Dus wij dachten, ja, als we dan naar buiten willen, dan moeten we het nu doen. Ik ben wel benieuwd hoe lang dit wandelen is. Volgens mij, heb jij dat gezien, Nel, hoe lang dit lopen is? Oh, dat weet ze niet meer. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Een beetje beweging kan ook geen kwaad. We zijn bij het recreatiegebied De Slingerplas. Nou, het doet me eigenlijk een beetje denken aan De Zandenplas of hier De Strand of Wellerwaard. Ligt dicht bij Urk. Het is eigenlijk gewoon een plas. De naam zegt het al. Maar ja, voorzien van een strandje. We zijn ook al best wel veel honden tegengekomen. Dus het is wel een mooi gebied om even een rondje te wandelen met je hond. Nou, wij zijn nu volgens mij op de helft. We zijn aan de overkant begonnen. Daar. En toen zijn we zo om de plas heen gelopen. En nu zijn we dus hier. Nou, het is op zich wel een leuk rondje. En ja, daar zie ik een vogel op een paaltje zitten. En eigenlijk zit er op elk paaltje een vogel. En Nelly zegt dat het een aalscholver is. Nee, dus... dat weet ik niet. Oh, dat weet ze niet zeker, maar we gaan even kijken. Ja, ik denk zelf eigenlijk ook dat het een aalscholver is. Je ziet deze vogels ook heel vaak met hun vleugels wijd zitten. En volgens mij zijn ze zich dan aan het drogen. Nou, deze zitten normaal bij, maar ja, eigenlijk zie ik er nu 1, 2, 3... 4, 5 zitten. Nou, een mooi stukje natuur in Bredevoort.
Dicht bij Aalten. Ja, ik heb me goed ingelezen. Jij ook, Mel? Ik dacht dat we in Winterswijk. Nee, Winterswijk ligt iets verderop. Ja, dat is meer die kant op. Ja, en dit hoort echt bij, volgens mij bij Aalten, gelegen te Bredevoort. Nou, en wat ik op Wikipedia zag, is dat het 22 hectare is. Nou, hè? Nou, hè? Dat zijn toch even de weetjes die je wilt weten. Ja. Nee, maar even serieus. In de zomer is dit natuurlijk heerlijk om er even te zwemmen. Het is ongeveer 5 minuten lopen vanaf de camping. Je ziet ook aan het begin van de plas, zie je ook een bord staan met de slingerplas. En dan staat eronder de twee bruggen. Dus het wordt volgens mij ook echt door gasten gebruikt vanuit de camping. Nou, ideaal. We zijn weer terug op de camping. En dit is het veld dat achter ons veld is gelegen. Veld Hooiberg. En dit veld staat best wel vol. Er staan sowieso 1, 2, 3, 4, 5 kampeermiddelen op het moment. Een paar campertjes en een paar caravans. Dus dit veld is wel veel drukker geworden dan dat het was. Ja. Op zich ook wel een leuk veldje zo. Eigenlijk wist ik dat wel. Want die vrouw die had doorgekruist waar we niet konden. Oh ja, dat waren ook best wel veel kruisjes, hè? Ja. Nou, ook op dit veld zijn ze bezig met het herstellen van het gras. Er zijn nieuwe grasmatten ingelegd. En vandaar ook de linten die hier zijn gespannen. Ze zijn echt wel bezig met onderhoud nu. Maar ja, op zich hadden we hier ook wel kunnen staan. Ja. Sta je ook wel een beetje, stel je gaat daar staan. Dan sta je gewoon tegenover het sanitair gebouw. Tegenover de ingang. Je kan hier ook die molen zien. Oh ja, ja. Leuk, hè? Nou, we hebben een lekker rondje gemaakt. Niet al te lang. Ik denk 4 kilometer of zo. En het is droog gebleven, dus helemaal top. Geen idee wat we nu gaan doen. Maar we gaan even terug naar de caravan. Nou mensen, als jullie denken, waar zijn jullie terecht gekomen? Bij de keukenboer. De keukenboer is al een hele tijd weg. Die ging een prijs voor ons maken, maar... Ik denk dat hij heel veel nullen opschrijft. Nou, dat weet ik wel zeker. Kijk, hij is helemaal weg. Nou, we zitten hier volgens mij al iets van 10 minuten te wachten. Ja, langer, denk ik. Ja. Ja. We gaan het zien. Jullie zullen straks zien of we niet flauw zijn gevallen, denk ik. Ja, nou, ik moet zeggen, het wordt steeds spannender. Ja, vind ik ook. Des te langer het duurt. Heftig. Nou, we zitten hier ook al wel een tijdje, volgens mij 2 uur of zo. Dus ja, het is niet een hele leuke invulling voor de vlog. Nee. Maar ja, dit moet ook geregeld worden. Helaas wel, ja. Ja, dit hoort erbij. Maar kijk, allemaal keukens. Nou, die hebben we uitgezocht, die rode. Ja. Lekker gezellig. Vuurrood. Nee, geen rode keuken. Nee, maar ja, het is rustig hier. Dus we zijn al een tijdje onder de pannen. Huh? Ja. We hebben wel een koffietje gekregen, dat is dan wel weer netjes. Ja, dat was ook lekker. Kijk, keukenboer heeft niet op kunnen drinken. Die was zo druk. Oh, die komt hij aan. We zijn weer terug van de keukenboer. Nou, we leven nog steeds. Dus we zijn niet flauw gevallen of knock-out. Maar ja, we zijn er wel een middagje zoet mee geweest. Nou ja, was eigenlijk ook niet echt weer om naar buiten te gaan, want het regent al de hele middag. Dus was voor ons de perfecte timing om naar een keukenboer te gaan. Die meneer vond het trouwens niet zo leuk dat wij keukenboer zeiden. Nee, hij vond het wel grappig, maar hij had het eigenlijk nog niet heel veel vaker gehoord. Wat ik een beetje vreemd vind, want... Keukenboer is toch wel... Ja, hoe noem je dat dan? Een keukenverkoper? Een keuken... Nou ja, hij zei... Je kan zeggen een keukenspecialist, een keukenleverancier. Oh ja. En nou ja, allemaal dure woorden, maar wij zeggen keukenboer. Ja. Dat is niet, niet raar bedoeld of zo, maar... Nee, ook niet kleinerend. Nee, tuurlijk zo... niet. Ja, nee. Maar zo lijkt het wel een beetje, als je het zegt. Ja.
Maar jullie zullen misschien wel denken, wat hoor ik daar voor een vreemd geluid? Nou, wij hebben even onze derde hulplijn ingezet. Want het is al een beetje laat. Het is namelijk 6:30 volgens mij. Oh, 6:55 in de avond. En wij wilden eigenlijk nog even een koffietje doen met wat lekkers. Want ja, we zijn best wel een beetje hongerig geworden. We hebben natuurlijk al best wel lang niks gegeten. En wij hebben roomboter speculaas gekocht, gevuld. En we hadden natuurlijk de Nespresso machine meegenomen. Omdat wij met onze vrienden aan het kamperen zijn geweest. En die staat natuurlijk bij ons in de auto nu. Dus we dachten, ja, die nemen we even mee naar de caravan. Dan hebben we heel snel een koffietje. Heerlijk. Ja, hè? Ja. Nou, ik ben ook echt zwaar aan toe aan een koffietje. Want ja, we hebben natuurlijk daar ook wel koffie gehad. Maar met niks erbij. Dus ja, nee. Wij vinden gewoon, bij een koffietje moet gewoon iets lekkers. Dus dat gaan we alsnog inhalen. En we hebben boodschappen gedaan. Ook. We gaan zelf iets in elkaar flansen. Ja, zoveel zin in. Ik ga, ga het jullie even uitleggen. Wij hebben dit gekocht. Want dat zie je heel vaak in de reclame op de televisie. Van die zakken van Hak. En daar ga ik... het is echt heel makkelijk. Ik ga even een beetje gehakt bakken. Ik ga... prei er een beetje bij bakken, denk ik. Even snel zo. En dan ga ik alles in de oven omnia doen. En dan doe ik er zoete aardappelblokjes bovenop met kaas. Nou, hè? Nou, het wordt een feestje. Zelf verzonnen. Zelf verzonnen, ja. Nou. Maar nu zag ik eigenlijk, het staat ook een beetje zo op die zak aan de achterkant. Ja, niet met gehakt, maar met alleen met kaas. Oké. Okay. Nou ja, lekker. We zijn helemaal into de omnia. We hebben buren. Ja. Nou, dat kan ik nu wel gaan filmen, maar waarschijnlijk... Ja, dat zien jullie niet. Er staat een campertje naast ons. Of campertje. Camper. Ja. Nou, gezellig. Hè? Superleuk. Nou, als het aan mij ligt, eet ik dit ook nog op, maar dat lijkt me niet zo gezond. Jawel. Ja? Even de helft doen. Mm-hmm. Oh, ik heb zoveel trek in wat nu. Echt. Ik stond in de gluw. Dat is echt een urker. Ik stond in de gluw, ja. Ja. Kijk je in de keuken. Nou. Ik doe eventjes de zoete aardappel een beetje koken. Zit dit nou aan? Ja, nu staat hij aan. Oh. Ja. En even de koker overheen. Zodat ze een beetje ontdooien. Zodat ze straks in de omnia kunnen. Ja, en dan worden ze natuurlijk ook net even iets zachter als dat je ze gelijk in de omnia doet. Ik weet trouwens ook niet, zou dat überhaupt wel kunnen? Gelijk in de omnia? Het zou kunnen, denk ik. Maar ik doe even de koker overheen. Ja. Dat lijkt me beter. De gehakt in een pan. Yes. Nou, de prei is al gesneden. Die staat hier. En dat zijn eigenlijk alle benodigdheden. Ja, geraspte kaas. Maar dat doe je gewoon als allerlaatste eroverheen. Daar hoef je niks voor te doen. Nee. En wat hebben we nog meer? Volgens mij niks, hè? Niks. Dit is het. Ja, dit is het. Dus op zich, als je het vergelijkt met het gerecht van gisteren, lasagne, is dit wel minder snijwerk. Dit is echt een campingmaaltijd, toch? Ja, maar... We weten natuurlijk nog niet of het lekker is en of het ook echt gaat lukken. Die prei die was wel een beetje zanderig hoor. Echt een beetje goor. Dus die moet echt even goed gewassen. Ik ga even naar buiten. Ja. Dan ga ik daar even die prei goed afwassen. Ja. Gehakt en prei op de bodem. Zo. Een beetje verspreiden.
Nou, dit is de eerste laag. En dan hebben wij natuurlijk nog de zoete aardappelblokjes. Die gaan we hier bovenop doen. En nee, dan... ik wou hem afdekken met de zoete aardappelen. Oh, oké. Okay. En daarover kaas. Ja? Ja, prima. Ja, het maakt ook niet uit. Het is jouw feestje. Huh? Nee, het maakt ook niet uit. Ik doe het zoals jij het zei. Oh, oké. Okay. Prima. Zo. Nou, zoete aardappel. Oh, volgens mij zijn die zoete aardappelblokjes best wel zacht geworden, of niet? Ja. Ik denk niet dat het nodig was geweest. Maar ik had ze nog nooit gebruikt. Dus moet even een beetje... misschien zijn ze al wel gekookt. Ik weet het eigenlijk niet. Geen idee. Nou ja. Dit is natuurlijk het allerlekkerste. De kaas. De kaas. Oh, wat ziet dit er nu al goed uit. Nou, zo. Gewoon een eigen creatie. Ja. Huh? We gaan kijken of het lekker is. Ja. Nou, hoe lang gaat het op het gasfornuis? Ja, dat weet ik niet. Oh. Alweer niet. Het is een beetje een bende hier. Het is een klein beetje chaotisch. Ja, dat heb je al snel in een hele kleine caravan. Vind je deze caravan nou zo klein? Nee joh, nee joh. Ze is helemaal niet klein. Nou, zo dan. Nou, huppakee. Nou, wacht er maar. Hè? Ja. Lekker hoor. De geur is goed. Ja. Tadaa. Voilà. Lekker. Het ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als het gerecht van gisteren. Ja. Qua bovenkant. Maar het zijn natuurlijk veel hele andere ingrediënten. Dat is waar. Het ruikt ook anders. Lekker. Ja. Het ruikt naar curry. Ja, hè? Het ziet er wel lekker uit. Lekker. Of tenminste. Dat mag ik hopen, ja. Nou ja, we gaan het proeven. Ja. Is lekker hoor. En alles is goed gaar. Aardappeltjes ook. Nou, dat is een lekkere smaak. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar het nou echt naar proeft of zo. Grauwerten. Grauwerten? Hoe heet dat ook weer in het Nederlands? Bruine bonenschotel. Chili con carne heet dat. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nee, de smaak is goed. Ja, geen idee hoe lang het nu op het gasfornuis heeft gestaan. Ik denk... half uurtje. Ja? Ruim half uur, denk ik. Oh. Ja. Zeker een keer proberen. We hebben een potje kwiks gedaan. En raad eens wie er gewonnen heeft. Nou, kijk, dit is mijn blaadje. Er staan best wel veel kruisjes op. En ik dacht ook echt dat ik deze keer ging winnen. Maar dat is helaas niet het geval. En kijk, zoals bij de gele lijn. Daar heb ik gewoon bijna de rij volgemaakt met kruisjes. Maar ik heb dus 93 punten behaald. En Nelly heeft... tadaa, 102. Nou, ik kan gewoon ook echt nooit winnen van jou. Gewoon met geen enkel spel. De winnaar mag beginnen, toch? Oké. Okay. Ja, prima. Wat heb je gegooid? Je moet wel even zeggen, hè? 7! Nee, die slaan wij eventjes over. Daar doe ik niks mee. Jij wel? Oh, denk al. Jij mag. Oké. Okay. Zeven! Verrassend. Inderdaad. Nou, met de 7, daar ga ik niks mee doen. Even kijken, dit is een 11... Dus daar ga ik wel iets mee doen. Ja. Oké, okay, jij bent. Ik ga hem even aankruisen. 11. Nou, spannend hoor. Kijken wie er nu weer wint. Oh, weer een keer 11. Daar ga ik ook iets mee doen. Zo.
Ik ben zo verslaafd aan dit spelletje. Ik vind het zo leuk. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de spelletjes. Maar dit is gewoon... Dit is gewoon leuk of zo. Ik weet niet. Je hoeft er ook niet super goed bij na te denken. Nee. Aan het begin wel. Dat we dit speelden. Ja. Moesten we het even leren. Maar nu gaat het eigenlijk gewoon heel snel. En het leuke is gewoon... Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk kruisjes op dat blad hebben. Want daar verdien je de meeste punten mee. Dus hartstikke leuk spelletje. Echt een aanrader, vind ik. Vind ik ook. Nou, het regent nog steeds. Gezellig, hè? Des te gezelliger het ook is, vind ik. Vind ik ook. Met de regen op ons eitje. Ja, zullen we een kopje thee bijnemen met chocolaatje? Ja, okay. Dat maakt het helemaal af. Ja, vind ik ook. Nou, ik vond dit een leuk spelletje. Nu niet meer. Maar ik vind niet meer, ja... Ik vind het geen leuk spelletje meer. Vreselijk weer verloren. Ik heb 91 punten en jij hebt er 121. Maar ik ben net even na gaan checken. Want ik had nu wel mijn twijfels. Dus zeg, heb jij die verloren worpen er wel afgehaald? Die punten bij elkaar op. Maar dat heeft ze ook netjes gedaan. Dus ze speelt ook nog niet als vals. Nou, ben ik wel mee. Einde oefening. We liggen in bed. We zitten in bed. Ja. En het giet nog steeds. Het giet echt heel hard. Ik vraag me überhaupt af of dit grasveld niet veranderd is in een zwembad. En of we morgenochtend drijven. Dat vraag ik me af. Want er is al zo gigantisch veel water gevallen. Het is niet normaal. Nou, volgens mij is het al veranderd in de moeras. Nou, ik liep vanavond langs die camper die ernaast staat, hè. Ja. En toen zag ik dat blubberige, waar geen gras is. Nou, ik denk als die weggaat, die komt er niet eens uit. Nee, die camper die naast ons staat, bedoel je? Ja. Die heeft er één blubberbad om hem heen. Ja. Vanmorgen leek dat wel weer wat. Toen was het lekker droog en toen was het goed opgedroogd. Ja, maar het is best wel een zandbak. Ja. Dat was voor mij de reden om daar niet te gaan staan. Nou, ja. Nou ja, wij staan met onze wielen op het gras, hè. Eén kant. Ja, maar we zijn er ook nog een dag. Dus Okay. Droog wel weer op, hoor. Als het droog wel. Ja. Nou ja, waarschijnlijk was dit een kort vlogje, maar maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Het was gewoon even een dagje van... Ja. Voor onszelf. Nou ja, even wat dingetjes regelen ook. Toch? Keuken. Een keuken. Niet gekocht trouwens. Tenminste nog niet. Ik weet niet. Moeten we nog even over nadenken. Ja. Gaan we nog even doen. Ja. Maar het is niet mijn favoriete... bezigheid. Nee, absoluut niet. Nee. Mijn ook niet. Nee. Vreselijk. Ik vind het echt zonde van mijn tijd. Ja, ik ook. Maar ja, wat doe je eraan? Echt zonde van mijn tijd. Ja. Nou, morgenochtend gaan wij waarschijnlijk even naar een restaurant hier. Want de stroom gaat er natuurlijk af om 9 uur. Dus wij moeten voor 9 uur het ontbijt op hebben. Ja, maar ik zit er aan te denken nou, om even lekker te gaan zwemmen. Nou, dat zie ik zo niet zitten. Wat dan? Nou, 9 uur. Nou, gewoon even lekker zwemmen. Dan gaan we ons daarna lekker douchen. En dan... gaan we na de zwemsessie gaan we een koffietje doen in het restaurant met een gebakje. Ik zwem nooit 's ochtends. Gewoon nooit. Nee, jij ook niet. Maar daarom, dan gaan we nu verandering in brengen. Mm. Nou, ik spreek je morgen nader. Heb jij die elektrische deken aan? Ja. Vreselijk. Ja. Is lekker. Nou, ik ga er een eind aan breien weer. Ja. Mensen, we bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dit leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omlaag. Ja. Mag ook. Mag ook hoor, ja. Ja. Nou, vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal, inderdaad. En we zien jullie graag bij de volgende vlog weer terug. Ja, tot de volgende vlog. Doei. Doei.